De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefdeleidje tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Hallo. Wil je zien wat ik aan het maken ben? Kom. Hoe vind je het? Mooi. Nou, dank je. Vind je tekenen een leuk vak op school? Ik heb een hekel aan school. Ik vond er ook geen klap aan op school. En ik had nog een juffrouw die alles tegenmaakte. Maar toen kwam ik een keer op een museum en toen zag ik daar mensen voor plezier alles natekenen wat er hing. En toen dacht ik, nou het kan anders. En nou, vanaf dat moment heb ik me er helemaal ingestort en kan ik gewoon niet meer ophouden. Houdt je moeder ook van tekenen? Ik heb geen moeder. Meneer Alberts, nog even over gisteravond, toen we het over Simon en Angela hadden. Ja, ik moet je daar mijn excuses voor aanbieden. Ik was niet helemaal fair. Nee, u had juist volkomen gelijk. Die twee zijn misschien wel voor elkaar geschapen. Dat begin ik me nu te realiseren. Simon is gewoon niet meer de man op wie ik verliefd was. Nou, dan komt alles nog goed. Hey, oom Rob. Hey, neef John. Ja hoor. Hoi. Annette. Oeh, jij ziet er weer even uit als een herfstaster die zich gereed maakt voor het grote najaarscorso. Zoals jij steeds weer de juiste snaar weet te treffen, John Albert. Hey, ik ben blij dat je kon komen. Je hebt nu zoveel succes, daar moet op gedronken worden. Als jij niet geweest was? Onzin. Nee, het is wel zo. Als jij mij toen niet flink had aangemoedigd, dan zat ik nu nog op mijn nagels te bijten. Ging het bij mij ook maar zo makkelijk. Ik voel me zo ellendig. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Hé, onder ogen durven zien dat Simon tot het verleden behoort. En dat je niet eeuwig kan blijven zitten treuren. Zeg, hoe is die guiche? Echt iets voor u om het goedkoopste eruit te pikken. Ik hou nou eenmaal van eenvoudige kost. Ja, nou, dat is dan jammer, want die is net op. Waarom probeert u de dagschotel niet eens? Met dat geld? Ja, ik ben op mijn achterhoofd gevallen. Zo makkelijk laat ik het geld niet aan mijn zak kloppen. Ach, waar is de tijd gebleven dat je nog een drie gangen menu kon eten voor nog geen 10 gulden? Die tijd is verdwenen gelijk met den papieren rijksdaalder. Ik ben toevallig nog een van de weinige mensen die de waarde van het geld kent. U bent gewoon gierig. Altijd al geweest. Geen wonder dat u nooit eens een grote slag geslagen heeft. Veel te scheiterig om risico te nemen. Tom, ik heb iets voor je. Officiële ontslagbrief. Oh ja, dat kan er ook nog wel bij. Zorg je ervoor dat je aan het eind van de dag, als ik klaar ben met werk, mijn laatste salaris hebt klaar liggen? Vergeet je mijn vakantiegeld niet? Vakantiegeld? Was dit baantje soms niet één grote vakantie voor jou? Nou, reken maar dat hij me zal missen. Zoveel goede krachten lopen er heus niet rond. Zeg, is dat nou wel verstandig van je om die baan op te zeggen? Met zo'n klein om op te voeden? Oh, maar John verdient genoeg voor een heel weeshuis. Kijk eens. Oh ja? Ik ga zitten. Zeg, waar is dat eigenlijk, dat onroerend goed gedoe van? Oh, overal. Kijk. Ja. Hier. Mooi, hè?
Volgens John is het de ideale investering. Ja, ik vraag het natuurlijk niet voor mezelf, hoor, maar voor mijn vriend van me. Oh, maar hier staat ergens zijn nummer. Waarom vraagt u niet of die vriend John even belt? Nou, dat is misschien nog helemaal niet zo'n gek idee, zeg. Laat ze toch niet een stuk grond aanpraten, hè? Wie? Ik? Ha, ben je gek. Als je verder niets meer nodig hebt, dan ga ik maar. Wacht even. Dat is prima. Als jij dit even wilt tekenen, Frits, dan kan Suzanne meteen meenemen. Voordat je gaat, Suzanne, willen wij allebei nog even onze waardering uitspreken voor de manier waarop je deze klus geklaard hebt. Niet waar, Frits? Ik heb je baas er al over gebeld, maar ik dacht dat een officiële brief van ons geen kwaad zou kunnen. Alsjeblieft. Dat is erg aardig van je, Rien. En ik hoop dat we in de toekomst nog van jouw diensten gebruik kunnen maken. Nog even dit. Ik weet dat je tegen Emma hebt verteld dat ik die aandelen voor mezelf wilde kopen. Emma is een hele goede vriendin van mij en ik wilde niet dat ze verder beledigd werd. Dat is heel dom van je, weet je dat? Zeer onprofessioneel. Het enige wat je had hoeven doen was je kwek houden totdat ik alles onder controle had. Je begrijpt er echt helemaal niets van, hè? Dat je nou echt dat ik me had laten omkopen. Tuurlijk. Iedereen heeft zijn prijs. Ik ben niet goed bij je hoofd. Ik zou niet goed bij mijn hoofd zijn als ik het niet probeer. Denk maar niet dat jij zoveel beter bent dan jouw vele voorgangers. In een aantal opzichten ben jij bijzonder dom. Uitgeraasd, dan ga ik maar. Even dit. Niemand verraadt mij ongestraft. Knoop dat goed in de oren. Hey. Nee, wacht. De finishing touch. Wat een plaatje. Goedemiddag, ik ben Julia. Zo tijd om wakker te worden, ik ga je eens even lekker opfrissen. Zo. Ik heb toch geen koude handen? Zo, kom maar. Is zo gebeurd. Zo. Zo, ja. Zo. Hey, kon je niet slapen? Nou, dat was ik helemaal niet van plan. En waarom sloot jij je dan zo'n 35 minuten geleden in de slaapkamer op? Wat deed je daar? Nou, voor iets anders. Een verrassing voorbereiden. Oh. Nou, zullen we dan maar. Jij kan ook maar aan één ding denken. Ik was aan iets bezig, een verrassing, iets bijzonders. Ben je er klaar voor? Ik ben er altijd klaar voor. Maar ik weet zeker dat ik niet kan tippen aan de verrassing die ik in gedachten had. Doe toch niet zo flauw, dit is heel bijzonder. Oké. Ratatatata, madame monsieur, rechtstreeks overgevlogen uit de modewereld. Onze charmante, elegante Noël. Prachtig. Draai jij eens op. Zo. Dan ben ik toch een geluksvogel, hè? En ik heb al de mooiste vrouw van de wereld. Madame, dit vraagt om één feestmaal. Oh, oui? Ik zou zeggen, gaat u zitten. En wat dacht madame van poule au compote de pomme? Nee, nou, dat is dus gewoon kip met appelmoes. Je had van Houten's gezicht moeten zien toen Rien hem die brief liet omtrekken. Oh, ik vind het zo griezelig. Ik heb tegen Rien gezegd dat hij zich zo snel mogelijk van Houten moet ontdoen. Maar ja, hij zegt dat hij wel aan kan. Hij geeft echt om Rien, hè? Nou, het is een goede vriend. Meer niet? Zal ik nog een glas bestellen? Nee, niet van onderwerp veranderen. We hadden het over Rien. Jij had het over Rien, ik had het over Van Houten. Geef Van Houten alsjeblieft. Je moet hem niet onderschatten, hij is gevaarlijk. Sorry dat ik zo laat ben, maar ik zat weer eens vast in het verkeer. Ga je nou meteen weer weg? Ja, ik moet wel. Ik heb met papa en Rien afgesproken om samen iets te gaan drinken. En ik wil de heren niet te lang laten wachten.
Veel plezier. Dankjewel. Ik kan nog niks zeggen, maar het kan zijn dat ik morgen groot nieuws heb. Dag. Dag. Ze gaat zich niet verloven, hè? Het had erger gekund. Eén ding is zeker, Rien trouwt er niet onder geld. Rien die uit liefde trouwt? Laat me niet lachen. Als Emma iets in hem ziet, dan schuilt er vast wel iets aardigs in Rien. En als ze trouwen, is er tenminste iemand die hem in de hand kan houden. Oh, Annette, wat vind ik dat erg voor je. Oh. Het is al erg genoeg dat hij jou liet vallen voor die, maar trouwen. Oh, je geeft ze één vinger, hè? Mirjam, over wie heb jij het eigenlijk? Over Simon en die psychologen natuurlijk. Ik had het al gezegd dat ze gluiperige oogjes is, had het mens, hoor. Annette, waarom probeer je de rauwe ham niet vandaag? Het is vers van de slager en met een volle maag voel je meteen een stuk beter. Nee, dank je. We wilden net weggaan. En maak je trouwens maar geen zorgen, want het zou me een rotzorg zijn wat Simon en Angela van plan zijn. Jezus, Mirjam, waarom denk je niet eens een keertje na voordat je je mond open doet? Het is de laatste keer dat ik een goede tip geef. Tijdens werkuren. Zo. Ik ben gek op het strand. En jij? Ja, ik ga er alleen nooit zwemmen, hoor. Veel te vies. Al die kwallen. Ja, zwembad is natuurlijk wel even wat anders. Mond open. Zo. Dat je zo langzamerhand geen schrijfkamp krijgt. Zo, tjongejonge. Die pols van jou is compleet op hol geslagen, wist je dat? Ach, tjongejonge. Zijn we weer ongeduldig vandaag? Heb ik iets verkeerds gezegd? Ja, je weet het mooi te zeggen, dat moet ik je nageven. Zo. Oh, dit is allemaal veel te ontslachtig. Ik weet iets veel beters. Lichaamstaal. Zoals wanneer een jongen je probeert te versieren op afstand. En je laat merken dat je wel geïnteresseerd bent. Dat gaat allemaal zonder woorden. Of andersom natuurlijk. Ah, dat is al veel beter. Let op, we doen het zo. Dat betekent ja. Oké? Okay? Prima, je leert al heel snel. En dit? Dat betekent nee. Ja? Goed zo. Alhoewel we van nee niet zoveel gebruik zullen maken. Hoe zeg ik? Werkt die eikel de deur uit? Ja, dan zeg je zoiets. Ik weet wat. Let op. Wat dacht je hiervan? Hé, hey, opletten, niet meteen in slaap vallen. Zit je nou te knipperen? Oh, ik begrijp het al. Zo, het gaat al een stuk beter met de patiënt, zie ik. Ja, het is toch zo'n lastpak, hè? Ja. Nou, ik knijp hem voor het moment dat hij zijn stem weer terugkrijgt. Zij doet me denken aan een verpleegster die ik ook heb leren kennen in een ziekenhuis. Maar dat is, misschien als je wat ouder bent, vertel ik daar eens wat meer over. Hè? Ja, misschien is het toch wel iets voor me. Voor uzelf? Ik dacht dat u voor een vriend informeerde. Shh, niet zo hard. Ik wil niet dat hij zich er weer mee bemoeit. Nou ja, u zegt het maar. Wanneer wilt u het land zien? We kunnen er samen heen gaan, maar we kunnen ook daarop spreken. Ik ben heel goed in staat om zelf een oordeel te vormen, hoor. Daar heb ik jou echt niet voor nodig. Dat weet ik, meneer Harmsen. Maar stel nou dat u vragen heeft, dan kan ik die tenminste ter plekke beantwoorden. Dat hoort allemaal bij mijn werk. Toch op zoek naar een investering. Doe niet zo gek, zeg. Toen ze hoorden dat ik ontslag had genomen, hebben ze de fooiepot omgekeerd om een knuffel voor Nikita te kopen. Wat schattig, hè? Fooiepot omgekeerd voor jou? Ja, ik wist ook niet wat me overkwam. Ik dacht dat ze volkomen koud zou laten. Ja, dat is mij wel. Dat moet zo'n baby met zo'n monster. Die is voor de levergenezer van poppen. Gewonnen! Nee, niet weer. Hij heeft verloren. Nou, hou op daarmee.
Ik hou geen cent over, ze plukt me helemaal kaal. Hey, ik wil de sfeer niet verpesten, maar je moet echt naar bed nu. Nee, niks ervan, ze is maar revanche schuldig. Oh, grijze haren krijg ik van die man. Wel, nee. Ze kreeg een boeket bloemen van me. Nou, vooruit dan maar. Wel rusten. Weet je wat? Ik maak vast je bed klaar. Oké. Zo. Dankjewel, Jeanne, voor alles. Nou, ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. Nou en of. Jeanne. Wat is er? Je gaat nooit weg, hè? Dat hoef je toch niet te vragen? Mijn vader en moeder wel. Maar jij blijft bij me, voor altijd. Altijd. En, wat zijn je toekomstplannen? Blijf je voor je vader werken? Nou, voorlopig wel. Totdat ik heb nagedacht over wat ik echt wil gaan doen. Heb je al enig idee welke kant je dan op zou willen? Nee, niet echt. Ik weet alleen wel dat op de zaak blijven en geld verdienen niet alles is. Ik wil iets nuttigers gaan doen met mijn leven. Iets waar anderen ook wat aan hebben. Zeg, pap, wordt het niet tijd dat je Rien vertelt wat je in gedachten hebt? Geduld is niet een van Emma's sterke punten. Wat had u in gedachten? Ik heb een voorstel, Rien. Wat zou je ervan vinden om lijsttrekker te worden hier in de stad van de PVB? Wat? Lijsttrekker? Ja, je wilt toch iets nuttigs doen? Dan is dit de kans van je leven. Zeg alsjeblieft ja, Rien. Ik weet zeker dat je het kunt, geloof me. Het geeft je de kans om anderen te helpen. Emma. Sorry, ik liet me even meeslepen. Slaap er een nachtje over en laat het me dan weten. Dat zal ik zeker doen. In ieder geval ben ik u zeer erkentelijk voor het aanbod. En ik ben niet eens lid van de partij. Dan word je dat dus. Kom, we moesten maar weer eens opstappen. Maak je geen zorgen om de verkiezingscampagne. Papa zal je alle steun geven die je maar nodig hebt. En als je om advies verlegen zit, mijn deur staat altijd voor je open. Volgens mij heb jij het in je. Je zou het nog wel eens heel ver kunnen brengen. Papa, Rien stoot meteen door naar de top. Hij is een geboren leider. John, ik wou toch maar eens naar dat stuk grond gaan kijken. Oh, het spijt me, maar dat perceel uit de brochure is zo goed als verkocht. De mensen die het willen kopen sluiten vandaag een mening af. Ah nee, toch. Dat was het beste perceel van het hele terrein. Zeg, ze zijn nog wel steeds van plan om die snelweg daar langs te laten lopen. Hè? Voor zover ik weet wel. De beslissing valt binnen 3 maanden, waardoor het geheel natuurlijk weer aanzienlijk in waarde vermeerdert. Ja, die mensen die moesten nog een lening afsluiten. Mm-hmm. Weet je wat? Ik doe vast een aanbetaling. Hm? 1000 gulden? Maak er 3000 van en ik ben uw man. 3000 gulden, zeg, ben je krankzinnig geworden? Nou, dan ben ik helaas genoodzaakt om met de andere klanten in zee te gaan. Je bent een keiharde onderhandelaar, hoor. Maar ik waarschuw je, als het niet aan de verwachtingen voldoet, dan kan ik het jullie nog heel lastig maken. Meneer Harmsen, als u niet tevreden bent, krijgt u uw geld terug. Dat garandeer ik. Heb je die financiële overzicht erbij? Voor de laatste keer, Rien. Ik heb alles in 10-voud bij me, dus ga zitten en relax. Ik blijf erbij dat je geschift bent. Zo'n campagne gaat je een fortuin kosten. En waanzinnig veel tijd. Het levert niks op behalve gezeur. Dat is mijn zaak. Je zal en moet je zin doordrijven. Hè? Wat is er mis met ambitie? Het spijt me dat ik je moet heb laten wachten, Rien. Oh, is geen probleem. Goedemorgen, meneer Driessen. Morgen, Van Houten. En, ben je tot een beslissing gekomen? Ja, ik heb besloten uw aanbod te accepteren. Dat doet me goed. Ik verzeker je dat je er geen spijt van zult krijgen. Ik heb Frits van Houten meegenomen om eventuele vragen over mijn staat van dienst te beantwoorden. We moeten ten koste van alles vermijden dat ik beschuldigd word voor belangverstrengelingen, dat soort dingen. Rien bedoelt, wanneer er met modder gegooid gaat worden, hij permanent zijn handen in onschuld moet kunnen blijven wassen. Ik denk dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken, Rien. Misschien moeten we eerst eens doornemen wat Rien en zijn vader ons al hebben uitgehaald de afgelopen jaren. Morgen, Arnie. Ik dacht, ik ga die arme jongen maar eens een beetje gezelschap houden.
Oh, je hoeft me niet te bedanken, hoor. Ik weet toch wat het is om de hele dag in bed te moeten liggen. Overgeleverd aan de grillen van al die dokters, verpleegsters, hulpeloos. Zeg, ik dacht dat wat spannende verhalen uit de oorlog, dat die jou wel wat troost zouden kunnen bieden. Ach ja, jongen, hier staat het allemaal in. Levende geschiedenis. De wereld op hol. Voorbeelden voor generaties. Ik heb even stiekem een extra kop thee voor je gepakt toen de hoofdzuster even niet keek. U verklapt het toch niet, hè? Nou, niet als je er voor mij ook een gaat halen. Het is goed om die koekjes mee weg te spoelen. Nou, zeg, als je last hebt dat je haar steeds in je ogen valt, dan moet je er brillantine in smeren. Of hoe noemen ze dat tegenwoordig ook alweer? Gel. Nou, dat vind ik zo'n vies woord. Ja, of je moet het helemaal kort laten knippen, hè, zoals wij het vroeger hadden. Ja, ik heb nog bijna gevochten in de oorlog. Toen werd er nog gevochten voor een ideaal. Nu weten ze niks beters te verzinnen dan andermans eigendommen te bekladden met allerlei schuttingtaal. En dat noemen ze dan graffiti. Zullen ze nog wel subsidie voor krijgen ook nog? Ik geloof dat er hier een misverstandje is gegroeid. Hoezo? Denkt u dat ik aan de verkeerde kant stond? Eén zaak het bezoekuur. Ik denk dat ik u weer mee naar de gang ga nemen. Oh ja, nou. Ja, dat is een goed idee. Misschien dat de hoofdzuster het daar ook wel mee heeft. Nou ja, ik ben zo terug. Hè? Ik had beloofd om hem voor te lezen. Ja, wat jammer. Nou, hij moet slapen. Ach, en zo saai kunnen die verhalen van u toch niet zijn? Nee. Waarom gaat u niet even mee naar de recreatiezaal? Oh, er zijn genoeg dames die graag door u willen worden voorgelezen. Oh, dat lijkt me een uitstekend idee. Ach, hij had er zich zo op verheugd. Ja, dat kom je tegenwoordig niet zoveel meer tegen, hoor. Jonge lui die zich interesseert voor de geschiedenis van hun eigen land. Dat is... Ik ben ook gek op bloemen en planten. Maar ik word nog gekker als ik denk aan al het onderhoud dat je eraan hebt. Als je bedenkt dat dit nog maar een stofje is in ons bestaan. Wat bedoel je? Kijk om je heen, het is allemaal zo mooi. Het huis, de omgeving, wij samen. Toch niet in die volgorde, hoop ik, hè? Ik kom er maar nooit een eind aan. Ik wil dat gewoon niet achterlaten. Als ik bedenk dat ik het nooit meer zal zien. Ik ben nog nooit omringd geweest door zoveel schoonheid. Waar mag ik er niet langer van genieten? Waar ik ook ben, Jeanne, jij zal altijd bij me zijn. Maar beloof me dat je terug zult komen. En me niet zult vergeten. Hoe kan ik jou nou vergeten? Bijna niet te geloven, hè? Zo mooi hier. Ons paradijsje. En nou nog het eeuwige leven. Kan dat? Hé, hey, kijk nou eens. Hé. Ik voelde helemaal niks.